En je hebt je de afgelopen 2 jaar ook stevig gemengd in het coronadebat. Dan druk ik me volgens mij heel bescheiden uit. Je bent vrij expliciet. Nou, niet voor mij een doen, hoor. Nou ja, niet voor jou doen. Ik vind mijzelf meer de tong afbeten dan expliciet, eerlijk gezegd. Ja, maar jij hebt vanavond een Nederlandse persconferentie gezien. Ik weet niet hoeveel je ervan gezien hebt. Oh, redelijk veel. Ja, meer dan genoeg. Oké. Okay. Ik heb net mijn braaksel kunnen binnenhouden. Dus ik op een gegeven moment ben ik moeten buiten gaan. Maar het is een bende oplichters. Ja, Ik denk dat je... Kijk, ze zien er ook uit als duivels die in een wijwatervat springen. Je moet even dat lichaam staan. Duivels die in een wijwatervat springen. Liggen te spartelen, ja. Okay. Wij noemen dat de duivel die in een... En dat is een mooi zicht, hoor. Ik hou van de duivel die in een wijwatervat spartelt. Kijk, uw eerste minister zag er niet fris uit. Hij kwam mij over alsof hij zelf corona had. Hij zat zwaar onder de stress. Hij weet dat hij staat te liegen. Neem dat van mij aan. Mm-hmm. Collega Kuipers zag eruit gelijk een opgewarmd leek... Op van de stress. Waarom? Omdat hem weet dat hem staat te liegen. Ja? En ik denk dat dat te weinig in de verf gezet wordt. We moeten in plaats van al de kar, want we hebben hier nu de kar. We hebben hier nu de karstand te bespreken. We hebben de maatregeltjes en de fabeltjes allemaal zitten analyseren en dat die niet waar zijn. Maar laten we eens kijken naar dat paard. Laten we eens kijken waar dat paard naartoe aan het lopen is. En dat is heel duidelijk. Het is de duivelse drievuldigheid. Maskers, elektronische passen en vaccinaties. Daar leidt die hele fabeltjeskraam naartoe. Je moet psychopaten nemen voor wat ze zijn. Ze hebben een doel en ze manipuleren. Ze strooien u zand in de ogen, uren aan een stuk. En wat moet de vraag zijn? Wat hebben die slechte stofzuigerverkopers nu willen verkopen? En dat zijn maskers. En laten we daar eens bij stilstaan, bij wat een masker is. Mag ik u inlichten, Flavio, dat onder de oorlogswetgeving het opzetten, verplicht opzetten van maskers wordt beschreven onder de oorlogsmisdaden? Samen met de toegang ontzeggen naar voedsel en gezondheidszorg. Dit zijn oorlogsmisdaden. We zitten niet in oorlog. Maar vraag u eens af waarom oorlogsmisdadigers dit doen. Kijk, hou u daar eens mee bezig als medisch psycholoog. Hou u daar eens mee bezig als journalist. Ja? Het volgende zijn die controlecodes en die QR-codes. En die tweesplitsing van de maatschappij met discriminatie. Wat fundamenteel tegen de mensenrechten is. De mensenrechten zijn de basis voor de democratie. Men is hier de basisdemocratie aan het afbreken. Dit is een staatsgreep. Oké, en dan hebben we... En dan hebben we de verkrachting van de fysische integriteit, wat ook een fundamenteel mensenrecht is. Waarom moeten wij per se een spuit in ons lijf krijgen waarvan we per definitie niet mogen weten wat erin zit? En daarom spartelen die duivels in dat wijwatervat. Want dat tapijt wordt onder hun voeten uitgetrokken. En onder dat tapijt is er geen vloer. Maar er is een grote ruimte met een brandende put onder. Halleluja. Ja, ik heb jou niet voor niks hier naartoe gehaald, Jeff. Want wij hebben al eens eerder een uitzending gemaakt. waar de vonken van afsprongen. En daar heb ik van genoten, want je weet het mooi te vertellen, maar ik denk dat je gelijk hebt. Alleen het punt is natuurlijk dat ik een andere tone of voice altijd heb gekozen in mijn programma, omdat ik probeer om soort van de weg naar het midden in diplomatie te vinden. Maar het is ook heel fijn om gewoon zonder bullshit eigenlijk gewoon te horen waar het op staat. Luister, het moet eens gedaan. Daarom ben ik blij dat jij er bent. Ja, luister. Journalisten, zowel als politiekers, die zijn gespecialiseerd in zelfcensuur. Die vinden dat ze het gemiddelde van de meningen moeten vertolken. Luister eens goed hier, hè. Er is maar één waarheid. En die waarheid, daar kom je achter met heel veel verstand. En als we nu eens beginnen met te stoppen met al die domme mensen te laten doen op tv alsof ze slim zijn. Laten we daar eens mee beginnen. En laten we dan eens gewoon een paar slimme mensen die bewezen hebben dat ze de realiteit bij de ballen hebben.
wiens voorspellingen 100% zijn uitgekomen. Zet die eens bij elkaar en luister daar eens met z'n allen naar, met het respect wat die mensen verschuldigd zijn. Want intelligentie is exponentieel. Ene slimme mens weet meer dan een miljoen domme samen. Ja, applaus. Ik krijg het niet verzonnen, al die one-liners, chef. Maar ik ben het met je eens. Laten we heel even nog kijken naar jouw grote vriend, Mark van Ranst. Ja? Ja. Dat doe ik om je te plagen, maar volgens mij vind je het ook wel leuk. Heerlijk. Want Mark van Ranst, jullie zijn... jullie zouden niet meer zo snel gaan knikkeren samen. En dan druk ik het, heel genuanceerd uit. Maar jullie hebben nogal wat in de media, hè, een soort van oorlogje gehad. Jullie staan haaks, hè, qua gedachtes op elkaar. Maar grappig genoeg ziet hij nu eindelijk in dat het virus dat nu rondwaart toch wel te vergelijken zou moeten zijn met een griep. Iets wat jij al heel lang riep. Dat is gewoon de realiteit. Naar Mark van Ranst. Ah, dit komt meer in de buurt van wat een griep kan geven. En zal misschien meer in de buurt komen van wat we elk jaar gaan zien. En pas op, griep schrijven virologen met een hoofdletter G. Ja? Dus griep is ernstig genoeg. Van griep komen mensen in het ziekenhuis. Van griep sterven mensen. Dus dat is zeker niets wat we willen onderschatten. Maar het is een toestand die we kennen. En dan moeten we als maatschappij daar ook mee om kunnen. Dat gaat leiden tot waarschijnlijk meer doden dan we normaal gewoon zijn. Want je gaat natuurlijk ook in de normale jaren die we tegemoet gaan, ga je waarschijnlijk en griep en covid op ongeveer dezelfde periode hebben. Dus we moeten onze gezondheidszorg daar ook klaar voor maken. En dan moeten we mentaal ook er ons op voorbereiden dat we waarschijnlijk dubbel zoveel doden kunnen hebben. Maar daar zullen we de hele maatschappij waarschijnlijk ook niet voor op stel te zetten. Ja, Jeff, ik dacht heel even dat het een positief verhaal werd, maar het worden eigenlijk toch dubbel zoveel doden volgens Mark van Ranst. Maar ja, die mens, die leeft ergens in een waan op een of andere manier. In elk geval, hij doet alsof hij een wetenschapper is, maar het is één grote spraakverwarring. Griep is gewoon een klinisch syndroom van wat spierpijn en koorts en in je bed blijven liggen. Een influenzavirus is één van de tientallen virussen die dat syndroom kan veroorzaken. En dat veroorzaakt ook allerlei andere syndromen. En als je er niet naar zoekt, vind je het niet. Daarom heeft men nu omicron-cijfers. Waarom? Omdat men alleen maar naar omicron zoekt. En dan nog met testen die 98% vals positief zijn. Doe nu toch eens normaal, zoals we altijd doen. Pak eens 10.000 mensen met een griepaal syndroom en doe er eens gewoon virussequenties op. En dan gaat je zien dat er geen 20% corona is en dat er nog steeds influenza is, zoals dat altijd geweest is. We hebben die wetenschap, we hebben die zorgvuldig in de afgelopen decennia bijeengeschraapt. En Mark van Ranst kent dat. Maar Mark van Ranst is een vertegenwoordiger van de Big Pharma. Dat is zijn carrière. Hij heeft nooit ernstig gespecialiseerd op de universiteit. Hij is via de toenmalige rector, die viroloog was, een beurs gaan krijgen bij de grote farmagiganten in Amerika. En zo heeft hij zijn professorszetel gehad, omdat hij de rechtstreekse link was voor de sponsoringen naar België voor de trials van de pharma. Omdat België natuurlijk de meest losse wetgeving had voor het experimenteren op mensen. Vandaar dat Janssen ook zo'n fantastische farmaceut was, als je het op wereldschaal bekijkt. Dat was omdat België de meest liberale wetgeving had om proeven op mensen te doen. En het is in die sfeer dat die mens is zijn hele leven geleid. Maar verwar dat niet met een geneesheer. Denk nu toch niet dat je ooit een mens genezen heeft. Die heeft alleen maar geld van Amerika naar Leuven gebracht. Kost wat kost. En dat doet hij nog steeds tot op de dag van vandaag. Klinkt een beetje als Ab Osterhaus, hè? Het is hetzelfde kliekske. Ik begrijp niet. Maar het is toch duidelijk. We hebben toch de video's op Chatham House gezien. Iedereen kan het toch weten. Dat is toch geen nieuws wat ik hier vertel. Maar al die apen staan er naar te gapen en die vinden dat normaal, of wat? Hoe zou het komen dat dit niet beklijft bij mensen? Maar mensen zijn achterlijk. Ik zeg u dat toch.
Mensen zijn dom. Mensen vinden dat ze niet uit een boot mogen vallen. Dat is natuurlijk de vloek van de intelligentie. Ik ben al van 3 jaar de juffrouw aan het uitleggen hoe het in elkaar zat. Ja. En daarom moet je intelligente mensen aan het woord laten. Daarom is de vrijheid van meningsuiting zo belangrijk. Want als je geen vrijheid van meningsuiting... Kijk, er zijn experimenten genoeg over. Jij kunt in een hoorcollege voor normale mensen iemand de grootste nonsens gaan laten vertellen, zoals op deze persconferentie. En 80% daarvan zal dat 100% geloven. En 20%, en dat is toevallig dezelfde 20% die je ook niet kunt hypnotiseren, die gaat zeggen, luister... Dat hing toch met haken en ogen aan elkaar. Zo gauw er ene tijdens die les opstaat om te zeggen... Professor, luister, maar hier zijt je toch met spek aan het schieten. Zakt dat percentage van 80 al naar 40. En dat is waarom de mensen de vrijheid van meningsuiting moet aan banden gelegd worden. Dit is gewoon een dictatoriale staatsgreep. En neem hem serieus. Wat ik nou zo mooi vind, Jeff, want er zullen mensen die hier naar kijken denken dat jij agressief bent. Maar ik ervaar eigenlijk alleen maar passie, liefde en de honger naar de waarheid. En dat vind ik zo mooi aan jou. Dat is mijn spirituele plicht. Omdat er maar zo weinig intelligente mensen zijn, hebben die ook de sociale plicht om het uit te spreken. Wat heb je aan intelligentie? Wat heb je aan een intellectuele status? Wat heb je aan een intellectueel mandaat als je het niet uitspreekt? Jeff, ik zou het niet mooier kunnen verwoorden. En wat zo tragisch is, dat omdat mensen dit niet uitspreken, omdat onze leiders hiervan weglopen, zijn er ook mensen die het slachtoffer worden. En... Eén persoon daarvan, waar ik ook een uitzending over heb gemaakt, Lisette Verhoeven, dat is echt tragisch. 28 jaar heeft het AstraZeneca-vaccin genomen uit piëteit naar de ouderen waar zij werkte, hè, in een verzorgingshuis en is vervolgens half verlamd. En haar ouders vragen nu om hulp. Laten we even kijken naar het eerste filmpje, heel even ter introductie, wie Lisette Verhoeven nou eigenlijk is. Ik ben bij haar langs geweest voor een video, een roadmovie, waar jij trouwens ook in zat met een nieuwjaarswens. Lisette Verhoeven. Het begint al een beetje te schemeren en ik ben Eindhoven zojuist binnengereden op weg naar Lisette Verhoeven en haar ouders. Lisette is het slachtoffer geworden van bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin. Ze is pas 28 jaar en kan haar hand en een deel van haar lichaam niet meer goed bewegen. En dat is natuurlijk een vreselijk drama wat haar is overkomen. En ik ben ook benieuwd of zij weer een beetje... Ja, een lichtpuntje heeft gevonden waar ze naartoe kan werken in haar leven. Want het is natuurlijk vreselijk als je je hand niet meer kan gebruiken, je hobby niet meer kan uitvoeren. Maar we moeten door. En ook Lisette moet door. Als jij ondanks jouw complexe situatie de andere mensen een hart onder de riem zou moeten steken, wat zou je dan zeggen? Wat zou je hun dan meegeven? Blijf sterk, niet opgeven. Komen betere tijden aan. Ja, blijf sterk, niet opgeven. Er komen betere tijden aan. Dit is de tragiek. Dit is het echte leven. Dit overkomt mensen, jonge mensen. Hoe kijk jij hiernaar als geneesheer? Luister, de hele geneeskunde is hier op zijn kop gezet. Een vaccin... Zetten is een medische act en voor elke medische act is de geïnformeerde toestemming van een patiënt nodig en de arts die op het strepen lijntje tekent. Ja. En als je gevaccineerd wilt worden en je zegt, ik heb hier een formulier, dokter, of wilt je, wie is hier een dokter? Want een niet-dokter kan het al niet doen. Je kunt hier even tekenen en mij hier even de voor- en nadelen opzetten, in mijn geval, en dat goed schriftelijk uitwerken. Ongetwijfeld zult je dat wel kunnen. Dat moet ik als plastisch chirurg toch ook doen? Als ik dat niet doe... Maar jongens, ze hangen mij op aan de hoogste boom. Dus als jij naar uw dokter gaat met zo'n papier van sign on the dotted line en vul mij dat eens in, dan gaat niemand u nog een vaccin zetten. Hoe bedoelt je? En jij gaat niet nadenken, of wat?
Dan verder, dat is tot stand gekomen en ze hebben, er zijn duidelijke wereldwijde wetgevingen en industriestandaarden, dat noemen ze good clinical practice, waaraan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen moet voldoen. Daar hebben ze volledig de boel aan de laars gelapt. Ze hebben miljarden onder de toonbank gestuurd in allerlei richtingen. En via de WHO hebben ze het geregeld gekregen dat ze een emergency use toelating krijgen. En wat is daar het voordeel van? Het voordeel daarvan is dat ze niet hoeven te zeggen wat erin zit. En je ziet dus dat de verschillende batches in de meldingen bij het VAERS en dergelijke verschillende complicatieratio's hebben. Daar wordt niet over gekraaid. Nee, dat wordt niet onderzocht. Er zijn, ik weet niet, misschien zal tienduizenden in elk geval plotse overlijdens gemeld na vaccinaties wereldwijd. Je zou toch denken in de ontwikkeling van een nieuw medicament dat er autopsieën worden opgedaan? Nee, verboden en zo snel mogelijk verbranden, want ze zijn besmettelijk. Kijk, begin dit hier eens allemaal normaal te bekijken. Begin hier eens te kijken en te zien wat er aan de hand is. In plaats van u laten mee te slepen met die fabeltjes. Want het zijn fabeltjes. We kunnen ze maken een optelsom. En als je dan vraagt, laat me de sommetjes eens zien en hoe jij opgeteld hebt, dan zijn ze weg. Maar ze hebben wel, het strafste wat ik gehoord heb in België de afgelopen 3 dagen, was dat het college van psychologen-experten had besloten dat de verplichte vaccinatie een goed idee was. Want zij hadden nauwkeurig de voor- en nadelen afgewogen. Maar als je dan vraagt welke de voor- en nadelen waren, dan krijg je geen antwoord. En als je dan vraagt waarom een psycholoog zich moet uitlaten over voor- en nadelen van een medische behandeling, dan krijg je ook geen antwoord. Sterker nog, men gaat dat om de paar uur op het nieuws rondbalken. En iedereen vindt dat normaal, of wat? Maar ik moet zwijgen. Als ik iets zeg, dan vlieg ik in de gevangenis, dan pakken ze mijn diploma af. Maar wat is hier aan de hand? Dat is een staatsgreep. Dat kunt je niet anders noemen. Get real. Ja, het is lastig om nu weer om te gaan switchen naar het bruggetje wat ik toch moet maken. En een gedeelte mee. Van een staatsgreep naar een sympathieke oproep. Maar ik moet hem toch doen, want ik had het net over Lisette Verhoeven en die verkeert in een penibele situatie. Maar er is ook goed nieuws, ze heeft een woningje gekregen. Ergens in Noordwijk, als ik me niet vergis. Maar dat woningje moet worden opgeknapt. Nieuw behang, verven. En nou hebben de ouders mij vandaag gebeld en die zeggen, misschien kunnen we vanuit Blackbox iets betekenen. En daarom is er een oproep van de ouders aan jullie. Hallo allemaal, we willen jullie hulp vragen voor het volgende. Vorig jaar hebben we voor Lisette een urgentieverklaring kunnen regelen voor een andere woning. Op dit moment woont ze in een piepklein appartementje in Noordwijk op 2 hoog. En om bij haar appartement te komen moet ze 2 gevaarlijke trappen nemen. Die situatie was gewoon niet veilig. Ze heeft de urgentieverklaring gekregen en afgelopen week heeft ze ook een ander appartement toegewezen gekregen. Een appartement op de begane grond, veel meer ruimte, dus eigenlijk veel fijner voor haar. Maar we stuiten op het volgende probleem. Ja, om het allemaal weer een beetje netjes te krijgen, moet er het een en ander gebeuren. Vooral aan de wanden, de vloeren en het plaatsen van een douchewand in de badkamer. Daar zouden we eigenlijk best wel wat helpende handen bij kunnen gebruiken. Het budget van Lisette is niet groot. Ze heeft, zoals jullie weten, ook geen baan meer. Dus het mag geen duizenden euro's kosten. Maar gewoon een paar helpende handen om deze klus aan te pakken samen met ons zouden we gewoon ontzettend op prijs stellen. En we danken jullie bij voorbaat al voor alle reacties. Ja, dankjewel. Ja, wat een schatten van ouders. Mag ik een applausje voor deze mensen? En jullie begrijpen het al, het budget van Lisette is niet groot. Nou, ik vind dat er helemaal geen geld naartoe zou moeten gaan. Ik wil zelf ook gaan helpen en we gaan het ook filmen. En ik hoop dat er misschien nu mensen zijn die kijken, die handige
dingen kunnen doen die een busje hebben of gewoon logisch kunnen nadenken en willen helpen om Lisette dus in haar huisje mooi te installeren. Het e-mailadres van de moeder Riette63@hotmail.com staat ook in de beschrijving van de video. Dus je kunt haar direct mailen en laten we kijken dat daar toch iets moois gaat gebeuren in het huisje. En dan kunnen we toch nog op microniveaus iets moois doen in deze staatsgreep, hè? Ja, het zal wel moeten, want het is duidelijk dat dit nog niet afgelopen is. En zelfs als het afloopt, we gaan naar een kleinschalige samenleving meer en meer moeten, waar we elkaar helpen. Want uiteraard, zoals je ziet, de overheid is meer en meer een grote vijand aan het worden. En je moet niet denken dat die gaat veranderen van ineens nu een vijand, dan in een plotse barmhartige staat. Maar niet aan, vergeet het. Hè? Dus we gaan meer en meer op ons rechten moeten staan. We gaan meer ons voor elkaar moeten zorgen. En we gaan meer en meer de grootschalige belachelijke wetgeving moeten afschaffen. Het moet eens gaan gedaan zijn met iemand in Brussel die gaat zeggen hoe een boer in Bretagne zijn camembert moet maken. Hè? Het moet eens gaan gedaan zijn met iemand in Brussel die zegt hoe iemand op de Veluwe een geit moet laten deparasiteren en rekeningen betalen en merktekens in het oor zetten. Hè? Dat moet stoppen, hè. Want ze zitten ons vreten af te pakken. Ze zitten onze zelfvoorzienende capaciteiten af te pakken. Ze zitten onze fundamentele, essentiële menselijke waarden af te pakken. En dus die wetten moeten afgeschaft worden. Dat heel globalistische, grootschalige gedoe moet op de schop. Dat moet gedaan zijn. Burgemeesters moeten eens gaan zeggen, jongens, luister eens goed, we gaan eens ene wet maken. Dat als een schelle daarachter aan de andere kant van de wereld iets in een voeze kop krijgt. En je wilt dat uitvaardigen. Dat eerst hier bij mij, in mijn stad, voorbij mijn bureau moet. En als mij dat niet zint, ik ben verantwoording verschuldigd aan mij, aan mijn plaatselijke mensen. Dan gaat dat feest hier niet door op mijn grondgebied. Je hebt niet veel nodig. Een beetje verstand, een beetje goede wil en een beetje ballen aan je lijf. Fantastisch. Ja. Ja, ik lach, maar ik vind het heerlijk om naar te luisteren. Het is voor mij bijna poëzie. Maar geef ons ook nog even iets positiefs mee, Jeff. Want jij bent een visionair. Ik heb al eens met je gesproken. Maar jij ziet ook lichtpuntjes. Nou, ik ervaar ze elke dag. Ik bedoel, ik zal vanuit mijn leven naar de wereld gaan. Wij zelf bijvoorbeeld, wij hebben de nieuwe patiëntenconsulten afgeschaft. Wij doen die nu telematisch. En dat gaat zeer goed. Ik had gisteren een vergadering met een goed doelstichting in België, die zichzelf Samen Zorg noemt. Die voorzien het in elkaar storten van de ziekenhuiscapaciteiten en de overheidsgezondheidszorg. En die zijn nu actief met het geld van sponsoren bezig om kleinschalige systemen op te zetten om basisgeneeskunde aan de man te brengen. Mooi, mooi. Zij hebben al 2500 artsen, therapeuten en verplegenden die uit de zorg weg willen om die reden en die zich al willen aansluiten. 2500, Flavio, dat is goed nieuws. Dat was allemaal een paar jaar ondenkbaar. En hetzelfde gebeurt in de zelfvoorzienendheid voor voedsel. Je ziet meer en meer structurele initiatieven komen om mensen op te leiden in de kleinschalige voedselvoorziening, om domeinen die goed liggen te converteren of nieuw leven in te blazen. Er zijn nu websites voor. Het is niet omdat jij niet weet waar je moet beginnen en je zit ergens in Hilversum op het 10e verdiep. Je kunt op internet wel degelijk mensen vinden, zelfs Nederlandstaligen, die bijvoorbeeld in de Pyreneeën of in Hongarije dit soort van projecten doen en waar je welkom zal zijn om aan deel te nemen, dingen te leren en in gang te zetten. Want daar gaan we naartoe. Wij gaan zelf terug kleinschalig in onze noden moeten voorzien. Dit is gewoon de collapse van de grootschalige samenleving wat hier voor ons leus afspeelt. En misschien ook wel een zege dus. Ja, maar het laatste wat je nodig hebt is een dictator die het nog erger wilt maken. Ja. Die van de ziekte het geneesmiddel gaat willen maken. Nee. De ziekte moet uitgeroeid. En het geneesmiddel is het tegenovergestelde van wat de ziekte heeft gedaan. Dat is pure logica zelf. En dat kun je op alles toepassen. Maar natuurlijk, ik begrijp dat niet iedereen dat verstaat. Ik moet dat begrijpen. Ik moet al begrijpen van als ik pas geboren was. Dat is voor mij niet gemakkelijk, maar ja, dat is dan maar mijn job, hè.
Ja. Maar luister toch naar elkaar en luister naar de slimste en het meest. Gebruik uw eigen verstand en als je het niet hebt, gebruik dat van een ander.